Haha, hey mensen, top dat jullie kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, als wie er is. Goedendag. Goedendag. Ja, ik zei tegen Ivo, zet gelijk de camera aan, want Robbie is er nu. En we gaan even kijken bij de brug natuurlijk. Ik zie iets blauws. Ja, even kijken wat jij even denkt. Kijk. Een hoopje onderdelen. Ja, precies. Hij is al deels geassembleerd. Alleen eigenlijk waar het nou een beetje is blijven hangen, is bij het vastzetten aan de grond. Ja. Want voorgeschreven wordt eigenlijk moet echt 30 centimeter beton zijn. Ja, ik denk, ga even in alvast een gat boren. En 12. Oh. Ja, dat is ook nog niet. Ik denk als het 20 is, dan durf ik het nog wel aan. Want het is ijs van 5,5 ton. En, ja. Ja. Maar dat is al echt te weinig. Dus dan zal ik dus denken, wat is nou wijsheid? Hè? Want, ja, gat hakken. Ja, de vloerstort eigenlijk, hè? Ja, hoe groot moet die dan zijn? Nou, dat is eigenlijk. Ik zat dus nog te kijken gisteravond. En het staat er gewoon op hoe groot dat moet zijn in het boekje. Dus dat staat er gewoon in. Alleen, nou, als wij hier een poer gaan storten, dan moet je even kijken, want hier komt natuurlijk straks eigenlijk de kraanbaan. Ja, precies. We kunnen een hele grote poer storten waar en deze op staat. Ergens. Ja, daarom. Ja. Het is natuurlijk zonde om dan hier het ding te storten en dan daar weer. Je kunt beter nou in één keer doen eigenlijk. En dan kun je bijna een betonmolen laten komen, denk ik gewoon. Want dan maak je hier gaten voor allebei de poeren van de kraanbaan. En aan die kant ook. Ja. En volgens mij, want ja, dan heb je best wel een aardige lading beton. Ik denk ook niet dat we per se hoeven te wachten op de volledige vloer. Want die poeren worden toch dikker dan de vloer uiteindelijk wordt. Ja. Dus als deze vloer eruit gaat, dan hak je gewoon rond die poeren omheen, denk ik. Ja, dan stort je hem daar tegenaan. Dat wou ik zeggen. Dus wat dat betreft hoeven we daar nou niet echt rekening mee te houden. Ja, het was leuker en makkelijker om het in één keer te doen. Alleen dan. Ja, dan denk ik dat we de komende maanden nog geen brug hebben en ook geen kraanbaan. Nee. Dus dat is echt de nee, dat moet sowieso dikker zijn. Je gaat niet de hele vloer terwijl dik maken, dat is onzin. Nee. Kijk, want hier staan gewoon de afmetingen. Zie je? Hier staan gewoon de afmetingen. Ja. Kijk, zie je? 90 bij 90. Ja, en dan 30 dik. Dat is eigenlijk de poer waar die op moet staan. Is dat zelfs de sterkte. Dan had ik nog een ding waar ik over, daar had ik gisteren het er al over, maar dat is misschien ook wat jij daarvan vindt ook. Want kijk, als die brug, hier staat, dan lopen hier kabels tussendoor en ook een hydrauliekslang, dan ligt dat ding er. Dus wat ik zat te denken is, als we die poot nou iets verdiept neerzetten, dan kun je hier gewoon een gleuf maken bij die kabel, dan kun je gewoon met een heftruck eroverheen rijden, dan heb je dit ding niet. Ja. Dan heb je alleen die twee kolommen. Ja, het enige waarom niet was misschien dat je hem dan lastig aan de vloer kan storten, want dan ga je al met je poer onder de. Maar ja, die poer maak je toch zo groot als daar staat en dan is het een op zich staand ding eigenlijk. Ja, wat je bij die andere kolommen hebt gedaan, dat wat vloeibeton eronder, dus dat je hem op die moeren zet, die draadeinde, daar stel je hem op af en dan stort je die andere beton eronder. Ja, klopt, maar je wil deze niet echt in de beton storten, denk ik. Nee, dan doe je hem tot onderkant hem aansmeren, maar dan heb je je poer zelf wat dieper liggen als dat nodig is. Ja, dat wil wel mee. Ze hadden ook weer van 4,5. Ja, maar ik denk laten we gewoon de grootste bering neerzetten. Het enige nadeel is nou dus dan dat de vloer niet zeker genoeg is. Jullie hadden nog ergens stiller, zei jij. Echt? Maar het is ook niet heel veel, hoor. Nee, maar beter dan niks. Mooie werkbank. Zo, hey, we kunnen wat dingen in elkaar gaan schroeven. Dat is leuk, hè? De bladveren. Het is te zeggen. We hebben hier allemaal natuurlijk alle spulletjes van de Hilux naartoe gebracht. Ja. Maar die hebben we nodig bij de Hilux natuurlijk. Dus als je deze spul onder het chassis van de Hilux wil leggen, dan kunnen we dat binnenkort in elkaar gaan zetten. En dan kunnen we het rek wat we nou daar hebben voor de 55, daar wil ik hier naartoe gaan brengen. Misschien als je deze spulletje daar zou willen brengen. Ja, zit. Dan kan ik het ook een beetje gaan sorteren waar het bij moet worden neergeschroefd. En kan kijken of we alles hebben wat we moeten hebben. Tenminste, dat hebben we niet, maar dan weet ik wel wat er ontbreekt. Graag gedaan. Er zijn daar verschillende lengtes van, nee toch?
Er zijn wel verschillende veerpakketten. En gelukkig hebben we de boeken erbij. Er staat namelijk in de welke waar moeten. Alleen zijn deze veerpakketten een beetje anders dan in het boekje. Dat is dan weer jammer. Dat is jammer, jij zat erop te wachten dat ik hem daar in één keer neerleg, want het duurt extra lang. Oké, goed dan. Oh, wat mooi. Ja, dat is een feestje. Ja, die moet er zo op. Kun je hier ook even iets van vet tussen spuiten? Of is het niet zo denk ik op? We kunnen er vet tussen smeren. Ja. Ja, er gaat straks nog mooi tussen zitten. Ja, dat blijft wel zitten. Zit er een beetje in. Goed tegen elkaar leggen. Hopsa, ga maar door. Ja, de indruk dat hij iets doet. Oh, maar wacht, hij zit hier ook. Hij zit hier te ver. Huh? Wacht even. Nee, even een hamertje tikken. Kunst of hamer om hem naar beneden te kopen. Ja. Vind je dat niet? Ivo is licht irritant. Heftig. Zei ik daar nou hard op? Haha. Ja, Ivo. Zo gaaf dan, hè? Ja, je vraagt er zelf om. Ik vroeg of het licht irritant was. Ja, ik vond het wel irritant. Die ging heel goed, maar nou valt het tegen. Wacht eens even, zou er niet mee een... Ik heb een ander idee, Robbie. Als ik nou eens gewoon even een vringijzertje pak en zet hier een pennetje in, dan kun je hem zo naar binnen douwen en dan een tikje, dan zit hij op zijn plek. Hè. Ja, dan zat hij een heel assortiment aan vringijzers. Dus we hebben namelijk die andere uitlaat daar straks nog even op zijn plek geforceerd. Dus de uitlaten zijn aangesloten. Haha, ha, very nice. Kunnen de radiateurs er allemaal weer in en zo. Kunnen we er binnenkort mee rijden. Wacht, dan moeten we wel even daar toe houden. Dan ging jij even de hamer. Dat is spannend. Wacht, zo. Hebben ze. Ja, mijn andere kant. Oh nee, hij is er hier nou weer uit. Yes. Ja, dat is goed. Ja. Oh, binnen douw. Douw ze naar binnen. Het is zo mooi in de montageafdeling, hè. Het feest. Oh nee, Rob, je maakt ze gewoon kapot. Ja. Kom, we tillen hem op. Ik krijg ze gewoon uit de kant vanuit, joh. Ik kruip er wel onder. Dat moet je niet. Nou, eentje heb ik er wel uitgekregen zo. Nou, ik vind het lang duurt. Zou dit van die dingen zijn die in de kidsbite hebben gezeten, weet je wel? Van de siliconen kidsbite. Ik denk dat ze die zo bedacht hadden. Ja. Nee. Maar dat zijn klinknageltjes of zo. Dat steunen ze volgens mij, joh. Oké, goed. Rugsport. Ja, nee. Ja, het zou dus eigenlijk volgens het boekje drie verschillende soorten veerpakketten zijn, maar wij hebben maar twee verschillende soorten. Dat zijn de dunne, de lichte. De dunnetjes. Als ik één kant pak en jij één kant. Ja, deze moet er dus in het midden. Die. Dit is dan. Oh ja, dit is ook een dunne. Dus deze moet in het midden. Pakken we eerst één dikke en lopen we zo mee naar achter toe. Dat is goed. En joh, Robbie! Nee, nou, hang even daar. Leg hem maar in de houder. Oh. Ja, hij moet daar, maar. Echt waar? Wie doet dat? Weet ik niet. Heb je nou doormidden getrokken? Oké. Kom je erbij? Dat zou ik nooit doen, zoiets. We hebben. Lukt dat? Pak een tangetje. Zo. Hop. Nou, wat een feest. Hier, die doet het nog gewoon. Ja. Waar is het bakje? Ja. Doe hem op zijn plek. Er valt tussen die klinknagels in, zie je, hè? Ja, dat is net alsof we nagedacht hebben, maar het zal toeval geweest zijn. Volgens mij mogen we even. Hoppatee. Ja, ik was het niet. Dat is zo. Toevallig. Ja, dat moet het zijn. Ben je eens? Ja. Hé, hey, joh, lekker. Hey, die hadden altijd, die hadden dan zijn oma van die bakjes ijs. Dat zijn ze. Ja. Dan.
Ja, nee, ja, mag gelijk van de buren af ook eigenlijk. Nee. Hoe hangt daar met prikdraad eigenlijk van? Hangt er een keer hier. Oh, nou, makkelijk zat. Nou, laat hem eraf halen meteen dan. Ja, mooi. Goed werk. Kan deze dadelijk aan die kant. Krijgen we het steeds meer opgeruimd in de werkplaats. Hè? Het wordt wel steeds voller. Mensen zeiden dat we de vlaggen terug moesten hangen. Maar nou, dat helpt wel tegen dempen van geluid. Een ja, dat wel. Maar dat is wel brandgevaarlijk. Ja, ja, ja. Als die aangaan, jongen, dat is allemaal van een nylon. Dat gaat echt zo. Het is wel snel op. Ik denk voordat de rest in de fik is, dan zijn ze alweer opgebrand. Dat misschien wel. Maar. Yeah. Originele boutjes. Als ze goed zijn, zijn ze goed, hè? Deze bij. Goed. Oké, okay, let's do it. Hoe hoog wil ongeveer zoiets weer? Ja, kan goed, hè? Zo. Prima toch? Ja. Is dat daar? Dat we nooit bij hem in het pad zitten? Ja, zo. Ja hoor, ik zet hem op de grond. Kijk. Dus precies in een voeg. Oh, dat is fijn. Ja. Oh, kijk nou dan. Is het al waar? Nou, dat maakt niet uit. Kom door. Ja, hang je meteen aan. Oh, nou maar naar voren toe. Oh, hij doet het al. Ja? Kijk eens. En dan een beetje losjes erop zo. Ja hoor. Kijk, perfect. Er is wel een stukje van de steen mee afgebroken. Ja, dus het ontkomt er eigenlijk niet echt aan. Ja, ja, perfect. Ja, mooi man. Dat is goed werk. Ja, geweldig. Kijk, kunnen we hier dan rek maken? Dan hangt het tenminste daar niet in het magazijn. Of tenminste in de werkplaats. Nou hangt het in het magazijn. Dat was de bedoeling. Oh. Ja, dat... Ja, even... strak zitten. Ik wil zeggen, er moet nog wel een beetje muziek in blijven zitten, want anders... Deze die wil niet echt lekker, geloof ik. Even natrekken, klaar.nl. Die komen daar tussen en die komt daar. Okay. Deze mag erbij. Oh, dan heb je die vulplaatjes ook nog meteen bij. Ja. Ja. Hebben we deze boutjes ook al? Ja, die heb je net gepakt. Ah, oh, dat zijn die daar, ja. Hey, joh. Wat? Ah joh, ik heb een boringringen ervoor nog. Ik heb gewoon over een ringetje tussen gedaan. Nee, er zijn nog een paar die hebben geen. Jawel. Nee, ja, geen sluitring hè? Oh,
sluitring en hier symbolenring. Wat is het? Oh, dat moet toch even dan. Nog achter. Bij. Voorzichtig voor de lak, hè? Ja, onder een spatbordje. Daar zit daar toch zo'n laag met modder op, joh. Hoppatee. Daar okay. Een dikke pakket. Oké. Prima. Raar. Hoe leg je uit? Is het scherp dan naar binnen of maakt het niet uit? Oh, dat kijk ik niet door. Het is wel een soort Amerikaans ding. Dat je echt nadenkt, dat kunnen ze niet allemaal. Maar toch, zullen ze wel iets gedacht hebben. Maar het is vaak wel. Er is iemand die er even over nadenkt. Hier hangt iemand van hoog en kort. Nou, dan staat die baan in elkaar, joh, heel die wiezel. Ja, is goed. Pauze. Dag rijden. Dadelijk. Morgen, hè? Ja. Niet overdrijven. Motor nog even in elkaar zetten. Detail. Ja, we missen nog wel wat spulletjes, maar die schiet lekker op zo. Deze moeten we daar even natrekken in combinatie met de wielen. Die kunnen nou niet echt vastzetten. Oh! Huh. Nou, dorie. We moeten er iemand op zitten laten. Ik zeg niet wie. Ja, precies. Ik denk dat we erachter komen toen we de rups erop gingen leggen, anders wel. Hier. Ja. Gaan ze dat ook? Ja, nou, zo. Shit. Wat? Nee, ik draai ze van de verkeerde kant af. Ah, vervelend rotbouwtje. Oké, de wieltjes dan. Wielen. Wielen, 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 wielen. Hop. Dat is jammer, hè? Hij valt er net niet af. Zo. Ja, maar deze twee heb je niet nodig. Deze, nee. Vier. Dat heb je ook niet nodig. Hier hebben we wel, daar is een beetje... Ja, die moet je wel afschommelen. Ik wou net zeggen, daar zit je straagrit, ja? Klein beetje. Zo. Die is mooi, maar deze kant is minder mooi. Straagrit in de lagertjes, ondanks dat daar ringetjes zaten. Een beetje grit. Zo. Laten we het doen. Wielen, wielen, wielen. Hadden jullie wieletjes besteld?
gekeken. We verwachten. Rammel te veel. Ja, je hoort hem schuren nog. Is niet goed hoor, dit. Nee. Nee. Lagers eruit. Die lagers, daar zit gewoon grit in. Daar hadden eigenlijk rubbertjes tussen me goed om mee te stralen. Dat krijg je niet dicht. We hebben dat bij de M69 ook zo gedaan. Echt gewoon, ja. Gewoon planken en dan echt een stuk binnenwand ertussen. Dat je het echt helemaal sealed. Ja. Want... ja. Hoor je dat? Ja, dat is echt... Dat heeft geen zin. Dat loopt gewoon kapot. Ja. Dat kan wel in elkaar zetten, maar dat is echt zo kapot. Je kunt hem eruit persen met vet, maar dat pers je nooit allemaal in één keer eruit. In de kaas, hè? Kijk, dat is uit de koeling. Deze handschoenen die krimpen altijd met die schoonmaakvloeistof. Zo. We gaan open. Ik hoop niet dat de naalden zo dadelijk uitvallen, want dat kan best wel. Er zit geen kooi in namelijk. Die blijft wel met vet erin geplakt zitten. Best kans als ze dadelijk uitgespoeld is, dat ze gewoon uitvallen. Dun. Dat is een boel vet, chap. Geen vetkoord. Nee, misschien is het wel vetkoord dat mee uitkomt. Zo. Ik denk dat ze klaar zijn. Ik kan in ieder geval nou de tekst op de lagers lezen, dus... Ja. We zijn wel aardig schoon. Moet je even doorblazen, dan zal het meeste er wel uit zijn. Dan gaan we nog een keer een knarstest doen en dan... ja. Als ze dan niet meer knarsen, dan vind ik het goed. Badaboom, badabing! Okay. Nou, ik spuit door het lager heen en dan blaad ik het achterste lager alles naar buiten. Zet hem gewoon even kort droog op, want dan kunnen we hem straks namelijk helemaal doorsmeren met de vetnippel. De vetnippel! Ja, maar nou durf ik het wel aan. Ik wou net zeggen. Doorsmeren. Het knarsen is weg. Hey, wat is dit? Wat is wat? Waarom? Oh, daar zat heel veel speling op, ja, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat klopt, ja. Dat hoort zo. Ik zou dat zoeken. Ja, daar zit gewoon heel veel axiale speling op. Dat is echt gewoon dat hij zijn eigen kan instellen naar de rups, blijkbaar. Kijken, even luisteren. Hey. Nou, dat is goed. We spuiten straks over en dan kunt het ook zo weer afvegen van de vijfde zelf. Okay. Hey, deze klinkt nog iets crunchier. Deze heeft nog even een poetsbehandeling nodig. Die is niet goed. Oh. Ja, op zich die gaan wel. Ja. Ja. We kunnen het nog even een keer doorspoelen hoor. Wel. Ik denk dat het sowieso goed is om even deze te draaien. Deze ik helemaal niet. Nee, die is stil. Maar, wacht maar, ik zal hem er wel eens opzetten. Hops, andersom, andersom. Dat is de seal aan die ik haand. En nu? Ja, het is niet helemaal... Ja, het is al wel weer beter, maar... Ja, nou ja, zo draait is hij. Kom maar vol met vet. Dat zullen we eens doen. Dat is goed. Je hebt de vetnippel met spuiten dadelijk. Ja, de vetnippel daar gewoon kunnen spuiten. Toch ook wel apart, hè? Ze hebben gewoon schroefdraad gebruikt als scharnierpunt daar. Ja.
Hij beweegt, kijk maar, hij beweegt gewoon opzij, hè, zie je dat? Als je wobbelt. Ik dacht dat ik dat altijd alleen maar deed tijdens beunoplossingen. Dat ik ergens een moer aan vastlas en daar gewoon een bout erin draai en daar gewoon weer iets aan las als scharnierpunt. Maar blijkbaar zijn er ook gewoon serieuze bedrijven die dat doen. Ha! Dat was gewoon een Emiel die in Amerika werkte bij de Wieselfabriek. Ja. Ja, degelijk toch? Ook niet bedacht, aan twee kanten schroefdraad erin. Want als, dan, als dat dan een beetje een bonkje krijgt of zo, en het is iets wat krom, dan past het wel helemaal niet meer natuurlijk. Ach, hey. Very nice. Het is alleen even de bovenkopjes en alles. Ja. Hier hebben we al eentje die is een beetje... Is losgelaten. Kunnen we daar iets tegen doen? Superlijm. Heb ik. Dat werkt wel, hoor. Dat hebben we vastgelijmd. Je zet het even een beetje langs de kant, hier zo. Yeah. Zo. Hoppa. Ja, deze die wordt als het goed is morgen opgehaald. Mooi, hè? Opruimen. Zo, sta binnen. Goed zo. Nou. Het mooiste werk altijd, hè? Assembleren. Zo leuk altijd. Goh, wat was het toch een feest als ze die wieltjes allemaal al hadden en zo, hè? Ja. Nou, we hebben ook iets te doen gehad. Hè? Nou, we morgen niks meer terug. Nee, nou jawel, we hebben nog dingen in de groen gespoten kunnen worden, hè? Oh ja. Maar, even zonder gekheid. Wat willen we nou doen? Willen we hem gewoon al rechtop gaan zetten straks? Tenminste, ja, is niet, ik heb het over straks, maar dat is niet deze video, maar de volgende keer. Ja, want we hebben eigenlijk aan de onderkant, die bogies eigenlijk moeten zorgen dat de brug het straks doet. Dan kunnen we daarmee op hoogte zetten, dan kunnen we op die manier die bogies eronder zetten. Ja, we hebben best veel dingen die we nou als boven erop moeten gaan zetten ook, hè? Ja, maar ik denk onderhouden als eerst volgende. Ja. Ja, en dan, dan moeten we misschien even iets nieuws maken waar hij op kan steunen dan of zo. Ja, misschien even een paar steuntjes erop lassen waar hij op staat. Pootjes gewoon. Ja, waar de balken in legt. Ja, misschien wel. Want als het goed is, ligt hij hier. Ja, we willen hem niet op die veren gaan zetten. Dat is echt, dat is niks. Hij moet niet beschadigen nou weer, dat zou echt zonde zijn. Ja, want eigenlijk, we hebben aan de bodem, hebben we de, ja, die stoppen kunnen we erin zetten nog. Dat dekseltje. Dit kan van de zijkant. Ja, nou, daar kun je wel bij. Maar ja, alles waar je nu zo bij kan, kunnen we beter erin zetten misschien, denk ik dan. Ja, die pluggen hebben we volgens mij niet. Dan moeten we even kijken. Die pluggen, dat zijn gewoon van die normale, voor die leiding. Ja, dat denk ik inderdaad wel, ja. Ja, dat is gewoon, dat zijn, ja, die moeten we even kijken welke maat het is. As kan erin. Maar die as moet langsboven, denk ik. Of niet? Nee, die wordt er gewoon erin geschoven ook, hè. Dus die kan ook gewoon gemonteerd worden al. En dan kunnen eigenlijk die spanwielen er ook al op. Ja, deels wel. Ja. Hier op die vijf bouten zit een spanblok op. Ja. Hadden we die allebei al? Ja, toch? Nee. Hebben we die allebei niet gewoon ook? Nee. Want die ringen hebben dubbel. Dus die moeten we dus ook nog hebben dan. De spanassen wel, de veerpakketten, maar die spanblokken die hem op spanning houden niet. Want je hebt dan een gedeelte waar je hier op schroeft. En daar komen weer een soort steuntjes op, een soort schapsteuntjes. Ja, dat zijn die korte bladveertjes, hè? Die moeten daarvoor. Ja, die hebben we wel liggen. Dat zijn die, die zijn van de spanwielen. Kunnen we dat dan al in elkaar zetten, dit stuk? Of moet dit er eerst op? Nee, dat kan later. Ja, dus we kunnen dit gewoon wel even monteren. Je kunt het toch niet op spanning zetten. Nee. Nee, maar dit kunnen we dan volgende keer al wel doen. Maar dat kan ook als die omgedraaid is. Ja, precies. Dat is ook zo spannend. Nou, het enige wat er nog meer op zat toen we hem binnenkregen is die spanas. Twee stuks. Ja. Ja, we moeten dit even uitpoetsen hier. Ja. Dat het glad is. Ja, dan ligt hier ook ergens dat ding. Ja, hier liggen die dingen. Die ligt ook een schutseltje ergens. Oh, die ligt ook daar bij de freesbank. Maar dan kunnen we deze dingen erin. Oh ja, precies. Nou, dan kan dat ook in elkaar, dan kan die as erin. Ja, dan moet je gewoon andersom, eigenlijk.
En dan kunnen we aan de bovenkant kunnen ook altijd een en ander alweer doen. Ja. Maar volgens mij kunnen we dat, die differentieel kan er gewoon in. Die kan er ook zeker in. Even ja. Nakijken of we er zeker hebben. Die is nieuw, dus die moet goed zijn. Ja, ja die wordt gewoon hier wordt je op zijn plek gehouden eigenlijk, hè? Hij zit gewoon ertussen. Ja, maar dan moet je die twee bussen hebben. Ja, maar er maar eentje van. Ja, maar de body. We kunnen hem tijdelijk met een paar bootjes op plek houden. Maar de body zit eigenlijk gewoon tussen het differentieel en die as, die trompet zit hier tussen gesandwiched eigenlijk, hè? Ja. Ja, dat is het. Ja, dat is hier, hè? Kijk met die flens. Dus het differentieel is wat hier ligt. Die moeten we dan eerst erin laten zakken. En dan vervolgens wordt, die, wordt daar die trompet tegenaan geschoven en wordt dan bij elkaar gedraaid. Dat is wakker nog serieus gaan opbouwen. En de brandstoftank kunnen we in orde gaan maken en erin zetten. Ja, dan moet toch binnenkort die motor in elkaar gaan zetten ook. Zo. Hey, we gaan het afsluiten. Het is mooi geweest. Ja. Ik vind dat we best veel gedaan hebben. Hier joh, dit vliegt er allemaal op, hè, dat materiaal. Nou, de eerste opbouw is, dat is het mooiste werk eigenlijk, hè, want het gaat zo snel eigenlijk. Alles voorbereiden en de zandstralen, spuiten, al dat soort werk, dat duurt zoveel. Ja, en met het oplassen stiekem ook best wel werk in gaan zitten. Maar het resultaat mag er zijn. Het gaat vlot. Hopelijk hebben we snel de onderdelen. Hey, ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor de assistentie en de gezelligheid. Ja, en tot de volgende. Zeker. Nou, houdoe. Doei.